welkom allemaal. We gaan dus macarons maken. Ik heb mijn schetjes van de vorige keer eruit gehaald. Maar deze gaan we dus maken. We gaan één macaron maken. De vorige keer hebben we natuurlijk 3 kersten gedaan. Daar ging het tempo lag vrij hoog. Dus ik dacht, we pakken er vandaag eentje. Die kunnen we dan echt mooi maken. En dan kunnen jullie vandaag of na de live kunnen jullie dan nog een aantal naast elkaar maken om te oefenen. Zoals ik vaker aanraad. En ik heb een macaron gekozen omdat je, ja, sowieso ziet het er heel gezellig uit. En je kan hem in elke kleur maken die je wilt. Want macarons bestaan er in mijn herinnering, die bestaan in elke kleur volgens mij. Dus leuk dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan beginnen. Dus als je een potlood hebt, dan is dit je cue om die te pakken. Ik ga hem opzetten met roze. Ik hoop dat jullie die zien. Anders schakel ik over naar rood. Dus ik ga een roze macaron maken. Zoals je ziet, het kan in alle kleuren. Dus pak lekker een kleur die jij leuk vindt. Ik zou hem niet te donker kiezen. Want we gaan de illustratie zoals gewoonlijk weer opbouwen in verschillende lagen. En ook bij de macaron is het heel belangrijk dat je goed kijkt naar hoe het licht ongeveer valt of zou vallen. Nou, leuk. Ik heb er ook veel zin in. En doe gezellig met me mee. Nou, een macaron bestaat eigenlijk net zoals een hamburger uit verschillende laagjes en dan een soort van 2 broodjes. En het bovenste, even kijken of jullie het goed kunnen zien. Zo. Iets dichterbij. Nou, en het bovenste broodje loopt best wel rond. Dus, even kijken. Ja, jullie zien het. We beginnen met een soort van hele platte ovaal. Dus normaal gesproken zou je dit misschien recht doen, maar die mag je ook best wel rond maken. En ook deze hoeft niet perfect. Macarons die lijken misschien heel perfect, maar eigenlijk als je ze gaat bestuderen, ze zijn ook maar gewoon door een bakker gebakken, dus ze hebben verschillende vormen. Maar in de basis bestaat het dus uit een platte ovaal met daaronder eigenlijk in dezelfde kleur, maar wij doen even alsof het een andere laag is. Een laagje van dat gekruimelde deeg. Dat is een soort van, ja, dikke lijn daaronder. Deze is wel heel dik. Hij mag denk ik tot hier lopen. Even kijken of ik deze een beetje fatsoenlijk kan uitgummen. Hij mag zo, ja, eigenlijk gelijk lopen aan het broodje daarboven. Dan hebben we het crème laagje. Die is iets minder breed dan het bovenste broodje, zeg maar. Ik weet, de technische termen van een macaron heb ik geen weet van. Dus forgive me. Dus die is iets minder breed. En dat is ook zo een crème laagje. Eigenlijk ook hetzelfde als hoe een Oreo in elkaar steekt. Zo'n crème laagje. En dan herhaal je eigenlijk weer dit laagje en dan weer het broodje. Dus deze is weer iets breder. En het zijn allemaal ronde vormen. En dan het onderste broodje. Die is niet zo ovaal als de bovenste. Die is wel rond. Dus ik teken, zeg maar, deze lijnen. Die gaan van breed naar iets minder breed. Als je snapt wat ik bedoel. Ik wacht heel even zodat jullie voorzichtig mee kunnen kijken. En dan vlak, of dan rond je hem wel mooi af tussen beiden. En hij moet wel echt breder zijn dan de laagjes daarboven. Dus de onderste en de bovenste zijn echt beduidend dikker dan de 3 laagjes ertussen. En dan heb ik hem nu vrij hoog, maar dat mag bij een macaron. Sommige zijn, ja, ze zijn in vorm altijd een beetje verschillend. Dus je kan hem ook wat platter doen, maar ik heb ze nu redelijk dik gedaan, de lagen. Zodat jullie goed kunnen zien wat de stappen zijn. En ik zie dat hij op beeld ook goed overkomt met de kleur. Dus ik heb met aquarelpotlood gedaan. En dan ga ik die eigenlijk inblenden. Nou, ik zie hartjes voorbij komen. Ik wacht heel eventjes dat jullie deze kunnen natekenen. Als je denkt van, ik heb de smaak te pakken, dan kun je er bijvoorbeeld nog eentje of nog eentje naast elkaar doen. Zo teken ik vaak voor de eerste keer illustraties. Dan is dit mijn eerste, dit de tweede, dit de derde. En dan leer je zo in een, ja, in een serie van 3.
Weer, Siri gaat af en toe aan, dat is niet de bedoeling. Dan leer je dus in een serie meteen van je eigen foutjes. Want foutjes maken ga je toch wel doen en dat is helemaal prima. Dat heb ik bij mijn eerste opzet ook gedaan. En de ervaring leert dat bij mij de laatste is altijd een van de beste. Omdat ik dan in de flow zit en zo leer van mijn eigen foutjes. En dan beter snap hoe die illustratie is opgebouwd. Dus verwacht ook gewoon lekker dat je vandaag foutjes gaat maken. Vooral in deze eerste live. Want je bent en mij aan het proberen te volgen. En op je papier bezig. En je hebt dit waarschijnlijk nog nooit gedaan. Het smaakt nu al lekker. Ja, wel hè. En dan moeten we ze nog inkleuren. Nou, en dan gaan we het verder invullen. Dus mijn basis wordt dus roze. Dus dan ga ik met mijn penseel de roze kleur opzetten. En ik laat het nog één keer zien. Ik begin, zoals je in de basisworkshop ook leert, alles in verschillende lagen. Dus de onderste laag is de lichtste. En dan bouwen we hem op naar donker. Een macaron is opgebouwd uit dus een broodje. En dan is dit ja, een korrelig randje van het broodje. Ik heb geen idee van technische termen hoe je een macaron maakt. Dus ik hoop dat jullie dat dat je me wel kan volgen. En de middelste laag is een soort van crème. En die is bijna altijd lichter dan de kleur die je hebt gebruikt voor het broodje tussen haakjes. Dat is niet altijd zo, maar zo bouw je hem wel het makkelijkst op. Oeh, een pistache. Lekker groen. Ja, ik krijg er ook helemaal trek van dit. Nou, en hoe die is opgebouwd? Het broodje is zeg maar de basiskleur en dat randje van het broodje is iets donkerder door de schaduwen. Omdat hier wat omdat hij wat donkerder is van het bakken, denk ik. En omdat er meer schaduwen opvallen. Dus dat gaan we zo ook opbouwen. Dus eerst de lichtere kleuren en dan gaan we daarna de schaduwen bouwen. En het crème laagje is dus de lichtste kleur. Goed, ik ga dus wat roze pakken. Ik pak redelijk wat water in mijn penseel. En dan pak ik roze erbij. Zo. En dan ga ik dat broodje eigenlijk helemaal vullen. Zo. En die wordt gewoon helemaal roze. Daar hoef je verder nog niet op iets te letten. En dat mag best wel een beetje een dus de lichte versie zijn van je kleur die je kiest. En dat houdt in dat je niet te veel pigment gebruikt en redelijk wat water. Niet te veel. Ik gebruik vandaag sowieso niet te veel water, want dan droogt het te langzaam voor jullie. Nou, de macaron is opgebouwd uit dat hier dus een randje zit. Dus die is bij mij al wat donkerder door het potlood. En die zet ik nou nog extra aan met wat pigment die ik in mijn penseel doe, waardoor de onderste rand dus wat donkerder wordt. Zo. En dat heeft alles met de schaduw te maken. Nou, de schaduw doe ik ook wat bovenop. Zo. Waardoor het middelste wat lichter blijft. Ik zal heel eventjes wachten ook voor jullie. Zodat jullie een beetje kunnen inhalen, zeg maar. Dat je daar niet weer helemaal bijna in de stress moet schieten van ik hou het allemaal niet bij. Nou, dan ga ik meteen weer verder met wat donkerder roze. Dus verschillende laagjes. En dan zet ik hier weer overheen. En dan ga ik zo half rond. Mag best wel een beetje rommelig zijn. Dat is eigenlijk alleen maar mooi. Ik maak mijn kwast heel even schoon. En dan doe ik er weer wat nieuw pigment in. En doe ik heel lichtjes hier ook nog een randje. En omdat het nu schetspapier is, is het bij mij dus sneller droog dan normaal gesproken op mijn Legion papier zou zijn. Dus daar moet ik nog steeds even aan wennen. En dan ben ik nu even met wat schoon water het een beetje meer aan het blenden. Zoals je ziet. Nou, en wat je probeert is dat dit stukje, dat je die lichter van kleur houdt. Want daar valt het licht op. En het broodje is altijd best wel glanzend gebakken. Dus je wil dat hier ook echt, dat het lijkt alsof hier dus zo'n balkje ja, licht opvalt.
Ik heb ook nog gouache verf klaar liggen. Om, net zoals hier in mijn voorbeelden, wat accenten van wit aan te brengen. Dus wat extra glans. Dat kan ook met een witte stift of met wit potlood. Net wat je hebt of niet hebt. Kijk maar. Maar een beetje licht erop op het einde, dat gaat heel veel verschil maken. Dus het hoeft nou nog niet per se heel veel licht verschil te zijn. Maar als je al een beetje dit wat ik nu heb kan creëren, dan kom je al een heel eind. En ik ben nou even aan het kijken of ik hier wat nog iets donkerder roze kleur kan maken. Zo. Nou, dan laat ik dit broodje zeg maar even drogen. En dan ga ik in dezelfde kleurstelling ga ik het onderste broodje doen. En dat onderste broodje, moet je niet vergeten, is ook vrij glanzend en glad gebakken. Waardoor er dus een mooie lichtinval op komt. En die witte lichtinval, die zul je met name hier zo op deze rand zien. Ik zal het even hier laten zien. Hier zo, dit. En hier ook. Wat betekent dat we gaan we hem voorzichtig in het licht roze in mijn geval, dus in jouw kleur, licht opbouwen. Dus zorgen dat er gewoon lekker wat water in, die, in dit vlak zit. Waardoor je dadelijk mooi die kleurovergangen kan maken. Dus ik vul hem nou gewoon met water. En pigment. Maar pigment bij mij komt ook nog van het aquarelpotlood. Dat lost nou op met dat water natuurlijk. Zo. En dan ga ik nu met wat donkere pigment schaduw aanbrengen. En ik zal even vertellen waar die schaduw dan vandaan komen. Hier is schaduw, deze onderste rand. Want dat korrelige deeglaagje, zeg maar, die veroorzaakt schaduw op het broodje eronder. Want deze komt verder naar buiten. Dus daar valt altijd schaduw van. Maar ook omdat die aan de ronde kant is onder, gaat daar ook schaduw vallen omdat hij op de grond staat. En aan de zijkant ook. Dus met name aan de onderkant en de bovenkant heb je straks schaduw. En ik breng twee lagen schaduw aan. Dus dit is laag 1 en die laat ik even opdrogen. Trek ik dadelijk alsnog een donkerdere roze kleur eroverheen. Met wat minder water. Dus ik ga nu nog even kijken of ik nog wat roze toe kan voegen hier. Echt in die rand. Ik zou zelfs eigenlijk een dunner penseel moeten pakken, maar ik ben even eigenwijs. Dus eigenlijk, dat is met alle illustraties zo, dat je ze echt naar een hoger niveau kan tillen. Als je heel goed kijkt naar lichtinval. Schaduw aanbrengen, maar ook echt highlights. Daar ga je ook echt veel verschil mee maken. Dus nou, ik wacht heel even weer op jullie. Het gaat misschien best snel. Mochten er tussendoor vragen zijn, dan kijk ik af en toe. Dus ik wacht heel even op jullie. Dat jullie even bij kunnen of in kunnen halen. Dat jullie tegelijk lopen. En dan kijk ik even of er vragen zijn. Zo niet, dan ga ik zo weer verder. Ik zie allemaal hartjes. Jee. Vaak betekent dat dat jullie redelijk ver zijn. Dus ik ga even een slokje thee nemen en dan gaan we zo weer verder. Oh, volgens mij horen jullie mijn slok heel hard. Sorry. Ja, als het goed is komt er een replay, zoals altijd. Goed, dan gaan we nu verder. Ik ga een wat dunne penseeltje pakken. En dan ga ik op het bovenste broodje. Ik noem het maar broodjes, hè, voor als je nieuw bent in de live, we zijn macarons aan het schilderen. Maar ik heb geen idee hoe je de onderdelen van die macarons noemt. Dus ik noem het allemaal maar heel gekke broodjes en noem maar op. Dus we gaan nu naar het bovenste broodje. Ik heb redelijk wat water in mijn penseel. En dan ga ik weer wat schaduwtjes aanbrengen. Die weer net iets donkerder zijn dan, dan waar we mee begonnen. En zo bouw je eigenlijk bijna alle illustraties op. Steeds laagjes donkerder eroverheen. En met wat extra water in mijn penseel zorg ik ervoor dat die
die randen niet te hard blijven, maar dat ze weer een beetje blenden in de kleuren eronder. Dus ik haal steeds het pigment uit mijn penseel. En ik doe er schoon water in. Niet te veel, maar in ieder geval water. En dan kun je hem zo doorblenden. Dat blijf ik herhalen. Er zijn allemaal techniekjes die ik in de basisworkshop leer aan jullie. Zo. Nou, deze bovenste die vind ik eigenlijk best wel prima. Die laat ik nu heel even zo. Ga ik nu verder met het onderste broodje. Doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Ga ik met een wat dunner penseel weer schaduw aanbrengen. Dus die onderste rand doe ik nog heel eventjes zo. Die zet ik net iets extra aan. De zijkantjes. En de onderste rand. Daar valt natuurlijk ook veel schaduw. Want het is een rond broodje en geen platte. En dan doe ik het pigment uit mijn penseel. Dus dan heb ik alleen schoon water. En dan ga ik met een beetje schoon water ga ik de randen iets minder hard maken. En sommige schaduwranden mogen hard zijn hoor. Dus die bovenste rand laat ik iets scherper. En dan laat ik hem nou weer even zo. Zo. Nou, omdat we dus de buitenste twee broodjes hebben, die moeten nog even drogen. Ik ga even niezen. dan gaan we dus het middelste crème laagje doen. Zodat de buitenste broodjes even kunnen opdrogen. En dat binnenste laagje ga ik licht roze maken weer. Maar dan echt heel licht roze. Dus veel lichter dan de broodjes. En dat doe ik met heel weinig pigment en wat water in mijn penseel. En ik zat weer even doorheen te praten. Dankjewel voor de gezondheid. Dus ik ga even het crème laagje heel licht roze maken. Er hoeft echt maar een klein verschil te zijn. En ik doe dat dus een beetje door het aquarelpotlood op te lossen. Als je geen aquarelpotlood hebt gebruikt, is het gewoon een kwestie van heel weinig pigment in je penseel doen. En meer dan dit hoeft het niet te zijn. Zo, ik wacht heel eventjes weer. Als je klaar bent om naar de volgende stap te gaan, dan druk maar even op een hartje. Dan hoor ik het graag. Oh, ik krijg nu een appje dat mijn live is gestopt. Maar volgens mij zijn we nog door aan het gaan, toch? Ja, ik zal wel even van dichtbij laten zien. Ja, als ik woorden zeg die lijken op de assistent van de Apple-telefoon. Laat ik het zomaar even zeggen. Dan moet ik eigenlijk met een live uitzetten. Dan zet hij de live op pauze. Dit is van dichtbij. Zo, dus hopelijk zie je daar een beetje de opbouw in. Ja, dus sorry voor de hapering. Dat komt door de assistent van Apple. Die zal ik in het vervolg wel even uitzetten in een live. Ik ben al lang blij dat hij er dan dus niet helemaal uitklapt. Geef niks, Christel. Alleen maar fijn dat je even een appje stuurt. Fijn dat het goed gaat. Oké, nou, dan gaan we nu verder met de randjes van de macaron. Deze dus. En dat is hetzelfde deeg als voor het broodje is gebruikt. Alleen door het bakken worden die iets donkerder en door de schaduwen krijg je dus dat korrelige structuurtje. En die bouwen we op. Ik zet even mijn geluid uit hier. Die bouwen we op met dezelfde kleur als die je voor het broodje hebt gebruikt. En zo. En dan gaan we ook die weer opbouwen in donkerdere kleuren. Dus we gaan hem eerst eens gewoon inkleuren met roze. En ook dit is weer echt zo'n gevalletje van trust the process. Nu denk je echt, komt dit goed? Ja, het komt goed. Komt goed, mensen. Zo, en hij mag wel iets donkerder zijn hoor. Bij mij gaat hij best wel licht nu. Maar
Zo, de basis is dus dezelfde kleur. En dan doe ik meteen ook deze laag. Oh, die is al heel donker. Dus je denkt net zoals ik nu van, oh, dat is wel heel donker. Haal je pigment uit je penseel. Doe je er wat water bij en dan gebruik je deze pigment om alles te vullen. En dan zul je zien dat je het makkelijk redt. Kijk. Zo. Nou, dit is dus de basis van de macaron. We hebben hem nu helemaal ingekleurd. Ik ben even aan het kijken of er nog vragen of opmerkingen zijn. Nou, en dat randje gaan we dus eigenlijk nu met een donkerder pigment gaan we structuur geven. Dus dan gaan we deze, ik laat het nog een keer zien, even makkelijk. Gaan we deze structuur geven. En dat doe je door je penseel sowieso in een mooi puntje te maken, als dat nog niet was. En dan redelijk veel pigment in je penseel doen. En dan het water enigszins beperken. En wat je dan doet. Ja, hoe noem je dit? Puntjes en vormpjes zetten, noem ik het wel even. Is het bij mij totaal geen strategie achter. Gewoon donker en dan vooral de randjes. Zorgen dat die niet meer perfect recht zijn. Dus dat mag echt wel een korrelig randje zijn aan de onderkant. Dat maakt het eigenlijk heel erg een macaron. En dan gewoon zorgen dat je nog een deel van de achtergrond ziet. Dus een deel van het lichtroze in mijn geval. En dat je daar donkerroze overheen zet. En dat doe je ook meteen voor deze laag. En dan mag je ook zorgen dat het randje korrelig wordt in plaats van heel strak. En zorg er dus dat je nog een deel van de achtergrond ziet. Dus dat je lichtroze en donkerroze ziet. En als je ziet dat het pigment minder fel wordt, dan kun je weer wat pigment in je penseel doen. Zo. Ja, ik kan ook echt niet zeggen wat ik nou precies doe. Het zijn echt haaltjes en stipjes en kleine streepjes. Zo. Dan laat ik het even van dichtbij zien hoe dat eruit ziet. Ja, ik krijg ook helemaal zin in de macaron. Dus eigenlijk met een relatief hele makkelijke techniek lijkt het nu al vrij goed op een macaron. Terwijl je net nog dacht van, ik weet niet wat dit moet worden. Ja, het zijn echt friemeltjes inderdaad. Nou, dan hebben we nu de basis van de macaron staat eigenlijk al. En we gaan nu even wachten totdat die friemeltjes opgedroogd zijn. En dan gaan we daar weer met een wat donkerdere kleur overheen. En die donkerdere kleur ga ik even mengen. Dus bij mij wordt dat dus dezelfde roze met een beetje aubergine erbij. Waardoor je dus een net wat donkerdere kleur krijgt dan alleen maar het roze. Moet je even kijken met de kleur die jij nu hebt. Of je daar een heel klein beetje zwart bij doet. Maar dan moet je echt een heel klein beetje doen. Of als je bijvoorbeeld blauw hebt gebruikt. Misschien heb je ook wel een donkerblauw in je palet zitten. Of een turquoise. Dus dat je net een donkerder tintje gaat mengen. Dat ga ik nu alvast doen. Terwijl die dus opdroogt. Ik ga die gewoon hierin maken. Pak even wat groter penseel. Dus dan pak ik mijn roze. Dat is de kleur magenta, weet ik. Zo, die doe ik hier. En maak ik mijn penseel een beetje schoon. En dan pak ik hier, hier mijn bordeaux rood. En die maak ik heel even vloeibaar, dat ik hem ook daadwerkelijk pak. Die zit nou redelijk veel in mijn penseel en dan meng ik dat hier. En dan doe ik dat nog een keer.
Zo, dat is dus nu een wat donkerdere kleur. Ik kan even laten zien op het testje welke kleur het is geworden. Dit is met veel pigment. Dan haal ik er wat uit. Zo. En dit zit er denk ik tussenin, zo. Het is een beetje roodroze geworden. En die ga ik nou dus gebruiken om het randje iets meer dynamiek te geven. Hoe vaak maak je je palet schoon? Heb ik nog nooit gedaan. Heb ik echt nog nooit gedaan. Dit is werk van 4-5 jaar, denk ik. Dat heb ik nog nooit schoongemaakt, volgens mij. En misschien dat ik dit een keer, als ik dit dan heb gebruikt, dat ik het met een tissue een beetje leeg dep of zo. Ja, ik kan me niet eens herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Soms gebruik ik hier... Ja, ik ben denk ik een relatief slordige creatief. Dat rijmt ook. Dus ik maak het bijna nooit schoon. Ik vind het juist altijd heel fijn dat je nog terug kan vallen op bepaalde kleuren. Of bepaalde bruin kleuren. Goud, bruin. Hier zit een beetje rood, oranje in. En hier allemaal groen. Dus ja, ik ben niet de type die dat schoonmaakt. Maar er zijn wel een hele hoop mensen die dat volgens mij wel heel fijn vinden. Ook een hele hoop mensen die dat niet doen. Maar ja, dat is... denk ik iets wat je zelf mag bepalen voor jezelf. Wat je fijn vindt of niet. Ik ben niet zo iemand. Ik zie ook allemaal lachpoppetjes. Nou, ik ga nu met weer het dunnere penseel in dat korrelige randje weer. Eigenlijk dezelfde stipjes zetten. Friemeltjes, hoe we het net hebben genoemd. En dan kijk ik even of het te donker is. Nou, dat valt reuze mee. En dan gaan we weer eigenlijk hetzelfde herhalen. Waardoor je dus, dat zeg ik dus ook vaak in die basiscursus. Het helpt gewoon heel erg door verschillende tinten en lagen te gebruiken. Waardoor je illustratie gewoon veel meer diepte krijgt. Waardoor die ook echt veel meer gaat leven. En vaak vergeten mensen de diepte of de highlightjes. En die maken dus echt je illustratie helemaal af. En... daarom vind ik het heel belangrijk dat je die meeneemt. Vandaar dat ik jullie dat natuurlijk ook laat doen. Nou, ik ga meteen door naar dat andere laagje. En ook hier zorg ik dat in ieder geval de rand gewoon lekker korrelig wordt. Dus als die maar niet strak is zoals het broodje, zeg maar. Nou, zo blijven we lekker friemeltjes zetten. Ik pak gewoon steeds weer wat pigment erbij als ik merk van, oh, hij vervaagt een beetje. Dan pak ik weer wat extra erbij. Zo. We hebben nu al best wel een macaron staan die op een macaron lijkt. En dan moet ik zeggen dat ik bij mij het crème gedeelte heel licht vind. Dus ik denk dat ik die dadelijk nog wat donkerder maak. En ik ga met het pigment dat ik nu dus heb gemaakt, dat wat donkerder, die. Daar ga ik nog wat extra schaduwrandjes bij mee aanbrengen. Dus ik pak gewoon hetzelfde penseel. En dan ga ik deze rand hieronder met een wat dunne penseel iets aanzetten, dat je echt ziet van, oh ja, daar valt een schaduwrand. Dat doe ik boven ook. En dat benadrukt een beetje die strak gebakken broodjes, zeg maar. Zie je? Dan zie je hier die rand en daar bovenin. En die rand ga ik ook hieronder doen. Wat heel erg helpt bij een strakke lijn zetten. Zo. Helpt om te kijken waar je naartoe gaat. Dus niet focussen op de punt van je penseel. Maar echt om te kijken waar je naartoe gaat. En daardoor kun je veel makkelijker
strakke lijnen zetten. Dat was voor mij echt een lifesaver. Nou, dan ben ik nu ook vast hier een schaduwtje aan het aanbrengen. En aan het blenden met wat water. Die ging misschien een beetje snel. Zou ik hier nog een keer laten zien. Dus even opletten. Ik zet hier een randje met pigment. Met donker. Dan doe ik mijn pigment een beetje uit mijn penseel. Water erbij. En dan ga ik dat blenden. Zodat het niet een te strakke rand wordt. En dat blenden helpt altijd heel erg goed. Ik zal heel eventjes wachten. Ik ga nog wat meer schaduwtjes aanbrengen. Maar ik wacht heel even totdat jullie meer bij zijn. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe het gaat bij jullie. Even een slokje van mijn thee. Ik ben heel benieuwd naar jullie resultaten. Als je dadelijk, als we daar klaar zijn en je wil je resultaat delen, dan vergeet me niet te taggen op Instagram, want dat vind ik superleuk, want dan krijg ik ze ook te zien. En dan kan ik ze ook delen natuurlijk. Heel leuk, ook ik zie allemaal hartjes, dus dan denk ik dat heel veel mensen al klaar zijn. Superleuk. Nou, ik hoop dat het dus goed gaat bij jullie, ook... Goed gaat in de zin van dat je er plezier in hebt. Ik zou het heel knap vinden als je nog geen enkel foutje hebt gemaakt. Nou, wat we nu gaan doen, en dit vind ik altijd best wel een eng stapje, is op het bovenste broodje gaan we nog een klein schaduwrandje aanbrengen op de onderste laag van het bovenste broodje. En die zet ik zo. Ik hoop dat jullie het zagen. Ik zal het nog een keer voordoen. Ik pak weer een donkere kleur. Niet te veel. Beetje mengen met water. En dan het water ook weer niet te veel gebruiken. En dan gebruik je dat voor dit randje. Waardoor je een beetje die hoek aangeeft van die macaron. Van dat broodje, zeg maar. Ja, je ziet op beeld heel duidelijk van, oh ja, dan is dit... een randje geworden. Ik hoop dat jullie het goed zien. Hey Sharon, leuk dat je er ook even bij bent. En dat randje die maak ik hier iets donkerder. En hier ook. En verder laat ik het zo, deze rand. Die is altijd een beetje spannend. Ik ben benieuwd hoe die bij jullie gaat. Zo, maak ondertussen zie ik hier een randje wat niet helemaal... scherp loopt. Of ja, strak loopt. Nou, ondertussen... dat jullie dat enge randje zetten. Nou, Sharon. Zo lief. Ga ik dat middelste... crème laagje... iets donkerder maken. Dat doe ik met een heel klein beetje roze. En wat meer water. En ik hou het middelste stukje... hou ik wel dezelfde lichte kleur. Waardoor je ook in die crème-laag een highlight hebt staan. Waardoor die dus iets weer iets 3D-erig wordt. Ik maak hem eerst even nat. Zo. Dan pak ik dus een heel klein beetje roze nog. En dan zie je dat ik hem hier iets lichter heb gelaten. En aan de zijkantjes maak ik hem ietsje donkerder. Niet heel veel. Dan is het in ieder geval iets meer duidelijker een roze crème laag in plaats van wit. Mocht je nou in deze stap denken, oh ik heb te veel gedaan. Dan heb ik een trucje uit de workshop. De basis waterverf workshop. Dan maak je je kwast helemaal schoon. Heel klein beetje water. En dan kun je hier een beetje op en neer gaan met een schone kwast. Af en toe droog maken. En dan kun je zo een highlight aanbrengen. Die wordt dan iets lichter. Klein trucje. Nou, op zich zijn we al heel ver met de macaron. Als in zo goed als klaar. Wat ik vaak nog doe, is met een schoon penseeltje
heel klein beetje water erin. Ga ik deze lijntjes, ik ga even van dichtbij laten zien. Deze lijntjes die vrij hard zijn, ga ik iets uitblenden met een beetje water dus in mijn penseel. En op dit schetspapier gaat het iets moeilijker. Op beter papier is dat vaak wat makkelijker. Maar het gaat prima. Dan maak ik die randjes iets minder hard. Dit randje moet een beetje hard zijn. Die hebben we dus op het laatste aangebracht voor het 3D effect. En hieronder probeer ik hem ook nog een beetje uit te blenden. Dat die iets minder harde randjes zijn. Zo. En we houden natuurlijk wel die highlight randjes. Dus daar ga ik niet aan zitten. Zo. Hier is ook nog een beetje een hard randje. Zo. Iets meer uitblenden. Zo. Nou, dan vind ik hem eigenlijk al best wel heel goed gelukt. Ik hoop dat hij bij jullie ook goed is gelukt. Als dat niet zo is. Aan het begin van de workshop zei ik al van... ik maak iets wat ik voor de eerste keer doe vaak een aantal keer. Vaak zelfs 3 keer of, en dan weer 3 keer. Zodat je leert van je eigen fouten tussen haakjes. Als je nou kijkt naar... Even kijken, hoe krijg ik ze allemaal in beeld? Naar alle macarons, dan vind ik eigenlijk deze alweer de beste. En dat heeft er gewoon mee te maken omdat ik hem nou in totaal in een paar dagen 4 keer heb geschilderd. En zo werkt het eigenlijk voor iedereen. Hoe meer je oefent, dan neem je je eigen lessen weer mee. En dan kun je dat weer toepassen in je eigen illustratie. Het werkt eigenlijk met alles zo in het leven. Maar verwacht dus alsjeblieft niet dat het meteen perfect wordt. Dat is zelden zo. Echt heel zelden. Maar goed, dat, ja, even een reclameblokje tussendoor. Terwijl ik mijn witte verf alvast pak. Ik heb dus een basisworkshop over waterverven. Daar leer je dus in 4 modules alles over techniek, materialen, handigheidjes. Je oefent van allerlei technieken. Je leert hoe je illustraties opbouwt, zoals bijvoorbeeld deze. Hoe je die in verschillende lagen kan opbouwen, zodat het echt 3D lijkt. En al die technieken ga je op het einde toepassen in een cactus. Daarom zie je op mijn kanaal zoveel cactus illustraties voorbij komen. Dat zijn allemaal van mensen die de workshop volgen en al die technieken in een cactus verwerken. En die cactus die illustreer je eigenlijk tegelijkertijd met mij. Ik schilder eigenlijk precies hetzelfde, net zoals nu, met je mee. Sorry. En ja, dus als je het leuk vindt, dan is dat een hele mooie cursus om mee te beginnen. Heb je die al gedaan? Dan kun je jezelf uitdagen door bijvoorbeeld de Afrikaanse dieren eens te proberen. Want die is echt wel weer een stukje moeilijker. Nou, we zijn inmiddels begonnen aan de stap met wit. Ik heb hier een puntje gouache verf gedaan. Gouache verf, deze is van Talens. Dat is eigenlijk gewoon plakkaatverf. Niet te vergelijken met waterverf. Want deze is dekkend. Waterverf is met water. Ja, precies. In de Inge, ik denk dat je Inge heet, maar je staat Creative. Even kijken. Creatievel Ingske, als ik het goed heb. Die zegt ja, in de workshop kun je, in de betaalde workshops kun je natuurlijk lekker op pauze drukken, wat heel fijn is. Dus als het even te snel gaat, dan kun je natuurlijk op pauze drukken. Nou, de plakkaatverf die kun je makkelijk over waterverf heen zetten. Witte waterverf zou je ook kunnen gebruiken, maar die zie je net iets minder goed. Ik heb ook een witte Posca pen. Die zijn hier ook heel geschikt voor, om highlightjes mee aan te brengen. Ik gebruik even mijn penseel die ik nu al heb gebruikt voor waterverf. Zou ik jou niet per se aanraden. Als je hem meteen schoonmaakt, dan kan dat wel, maar eigenlijk is die er niet voor bedoeld. En daar ga ik dus wat highlights mee aanbrengen. Ik ga ze nou aan de linkerkant zetten. Ik zal even wat wit pakken en dan laat ik het even zien. En ook hier werkt het zo. Want dit is echt, dit zijn echt details die, die de illustratie echt afmaken. Dus ik ga hier wat wit aanbrengen. En dan moet je goed kijken dat je dat wit in de gedeelte zet waar dus jouw waterverf ook een highlight vormen. Want daar zorg je dus dat er nog extra glans op komt te staan.
Die glans moet ook wel kloppen met het onderwerp wat je schildert. Hier zit heel veel glans op, omdat het broodje van een macaron is heel glad. Dus het licht valt daar ook echt op. Nou, dan ga ik die hier aanbrengen. En hier op de rand. En eigenlijk wil ik een keer gewoon bijvoorbeeld een echte macaron voor me leggen. Dat is nog veel leuker om na te schilderen. Zo. En bij deze macaron moet je dus goed opletten dat je niet de highlight op dat schaduwrandje hier zet. Die je als laatste hebt gemaakt. Want dan klopt de lichtinval niet meer. En dan zul je zien dat er iets niet klopt in je illustratie. En dat is dat dan. Want dan klopt de lichtinval gewoon niet. Zo, dan gebruik ik nog iets meer wit om deze lijn af te maken. Zo. En hier mag je ook wel iets van. Die crème is vaak ook best wel licht en glanzend. Dus daar valt ook vast wel wat licht op. Dan doe ik hier een klein beetje. Kunst is om niet te veel te doen. Dat probeer ik nu. Ik ga toch door. Zo. En dan zie je dat hij echt een glanslaag krijgt. Dat lijkt in ieder geval. Ik ga even met wat wit kijken of ik het een beetje kan blenden. Het is natuurlijk wel plakkaatverf, dus het werkt iets anders. Maar dat werkt. Zo. Even kijken of ik nog wat wijzigingen aan wil brengen. Ik denk dat ik het eigenlijk wel heel mooi vind zo. Ik probeer hier de lijn iets vloeiender te maken. Zo. Nou, en als je dus dit doet met een witte stift of witte waterverf, net wat je hebt, dan zul je zien dat daar al een heel mooi effect uitkomt. Ik heb het dus met plakkaatverf gedaan. Gouache is dat. Deze. En dan moet ik zeggen dat die hartstikke goed gelukt is. En ik hoop die van jullie ook. En dan moet ik zeggen dat ik moet het helemaal niet zeggen. Maar ik ga zeggen dat dit hem dus was. Jeetje, spraakgebrek. Heel leuk dat jullie erbij waren. Als er nog vragen zijn, dan stel ze nu vooral. Ik zal even kijken naar de vragen. Ik ga de video opslaan en ook op Instagram en op YouTube zetten. Wanneer dat precies lukt. Instagram lukt meestal meteen, YouTube niet. Dus die hou je dan van me te goed. Ik hoop dat jullie ook een mooie macaron hebben gemaakt. En ga vooral lekker oefenen. Oh, al die hartjes hadden zo leuk. Lekker oefenen. Dus neem nog even een half uur of een uur. Of als je lekker in de flow zit, middag. De tijd om verschillende macaronnetjes te maken. Dan zul je zien dat ze steeds mooier worden. Dat je ze steeds beter kunt maken, ook uit je hoofd. En een leuke tip misschien. Je kan de macarons ook stapelen. Dan kun je meteen oefenen met schaduwen. Dus dan kun je verschillende macarons op elkaar zetten. Met verschillende kleuren. En dat ziet er meteen super leuk uit. Dat is misschien een leuke tip als je de macaron onder de knie hebt. Ah, wat leuk, Hanny. Zeer leerzaam. Ook best lastig. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is. Ik heb er nou al een aantal gemaakt. Dus wees niet te streng voor jezelf. Ga lekker oefenen. En dan zie ik de resultaten heel graag tegemoet. Ja, je wil niet weten hoe leuk ik het vind om jullie resultaten te zien. Dus tag me vooral. Vooral ook, al heb je een vraag, laat het me weten.